uit mijn hand. Hey, hallo. Daar zijn we weer en het begint zomer te worden, tenminste. Het is al zomer. Ja, dat lijkt het wel op. Het is al lekker warm. We hebben zat te doen. Kruidenmuur ga je implanten en we hebben nog wat plantjes binnen staan. Die worden hoog tijd om verpot te worden. Klopt. We hebben in ieder geval voldoende te doen, zeker met de moestuin. Ja. Dus wij gaan aan de slag. Yes, veel plezier. Nou, Mike heeft gevraagd aan mij of ik de kruiden in de kruidenmuur wilde zetten. Dus daar gaan we mee beginnen. We hebben peterselie, oregano, tijm, basilicum en pieslook. En we beginnen met eerst even zorgen dat alle grond waar het allemaal in komt goed nat is. Om te zorgen dat het straks lekker kan aarden. Nu dat alles nat is, ga ik zorgen dat het allemaal in de grond komt. Ik had al wat onderzoek vooraf gedaan, omdat niet alle plantjes met evenveel in één bakje kunnen. Eigenlijk kunnen alle planten maar met twee stronkjes per bak. Behalve de bieslook, die gaat er gewoon volledig in. Dus, dat gaan we doen. Voor de oplettende kijker, ik zei net dat ik er twee zou doen per bakje, maar ik heb toch bedacht om er drie te doen. Plus, ja, het zijn een aantal wortelkluitjes, ik weet niet of ik dat goed heb gedaan. Met als risico dat er dus een paar overlijden. Dus dat is helemaal niet erg, dat kan ook gewoon. Daarom hebben we wat meer ingezaaid. Met als effect dat ik nu drie plantjes, of plantengroepjes per kruid heb en alle basilicum staat erin. Kom terug. De meloen en de pompoen die willen we hier gaan neerzetten in potten, omdat die niet meer in de moestuin passen. Maar voordat ik dat kan doen, moet ik eerst het onkruid tussen de tegels vandaan halen. Nadat het onkruid is weggehaald, begin ik de potten te verzamelen één voor één en te vullen met aarde, om ze vervolgens op de plek neer te zetten waar we ze willen hebben staan. De aarde wordt nog afgetopt met wat potgrond om te zorgen dat de pompoen en meloen wat extra voedingsstoffen krijgen.
als laatste worden ze natuurlijk in de aarde geplant. Kipjes, 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 hallo, 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 goedemorgen. Kijk eens wat ik heb, een appel. Durf je mij op mijn hand te pakken? Pop, pop, pop. Daar gaan ze weer. Nou, dan rollen we hem erin, kijk wat er gebeurt. Dan is het er een keer wel weer lekker, hè? De tomaat, spruitjes en aubergine, die waren hoog nodig toe aan het verpotten. Dus vandaar al deze bakjes, die ga ik natuurlijk eerst vullen met aarde om ze vervolgens erin te zetten. Haha. Daar ben ik. Ik kom Maaike meenemen voor een kopje thee. Kunnen jullie niet wachten op wat er nog allemaal gaat gebeuren? Vergeet dan in ieder geval niet een like achter te laten en te abonneren natuurlijk. Want dan krijg je de volgende updates allemaal te zien. Ga mee? Ja. Whee! Schatje, moet je eens kijken wat ik heb. Oeh, aardbeidjes. De eerste aardbeienoogst. Oh, nou, leef maar in dan. Daar. Aangezien insecten aardbeien net zo lekker vinden als dat wij het vinden, doe ik zakjes om de aardbeien heen om te zorgen dat wij ook nog een kans krijgen om ze op te eten. Krypton heeft het zo warm dat hij maar besluit om een plantje te worden. Liggen jullie lekker, kipjes? Oh, sorry. Ja, mus is een beetje bang voor Arend. Maar kijk dan hoe cute die erbij lagen. Dat was weer flink zwoegen. En zoals we altijd zeggen, vandaag zelfvoorzienend.